Het ministerie van Regionale Ontwikkeling is niet meer weg te denken uit de samenleving. Dit zei RO-minister Edgar Diekan vandaag op een persconferentie in verband met het 50-jarig bestaan van RO. Het ministerie is ontstaan omdat de toenmalige regering besloot dat er een specifiek beleid voor het binnenland moest komen. Het ministerie heette eerst Decentralisatie en Districtsbestuur. En in 1988 veranderde de naam naar regionale ontwikkeling. De bewindsman zegt dat RO het eerste aanspreekpunt is van de bevolking om direct in contact te treden met de overheid. Via dit ministerie neemt de overheid samen met het volk de ontwikkeling van het land ter hand, zegt Diekan. Het ministerie is een cross-cutting ministerie. Is een ministerie die eigenlijk de expertise heeft op allerlei gebieden. Ik noem het ook het ministerie van Suriname, omdat wij toch het enige ministerie is die structuren hebben overal waar Surinamers wonen. En dat maakt dat we toch wel op andere beleidsgebieden zult u ons ook tegenkomen, omdat we gewoon de gebieden beter kennen dan de andere. We hebben ook de structuren, logistiek, het zij de contacten, het netwerk. Ook dat we hebben. Dus u zult ons vooral in de districten gaat u geen activiteit van een andere ministerie zien zonder de inzet of de bijdrage van dit ministerie. Soms of meestal in de vorm van het districtsbestuur, de bestuursdienst, die meestal haar expertise inzet. Om zaken in goede banen te leiden bij het uitvoeren van beleid, ook van andere ministeries. Dus ik denk dat het ministerie van RO toch wel een heel belangrijke plaats inneemt. Als is het maar om over de markten te praten. Iedereen gaat naar de markt en iedereen maakt gebruik van markten. Je bent dagelijks bezig met RO, soms bewust, soms onbewust. Het ministerie van RO heeft in verband met haar jaardag een feestprogramma samengesteld. Dit programma is aangepast aan de voorbereidingen van de verkiezingen. Nu al plannen we om bijvoorbeeld de RR, de DR-leden, de wet schrijft ons mee 30 dagen ja. Na verkiezingen, dat we ze moeten installeren. Dus die zaken zijn al in voorbereiding. En we hebben ook dat we nu de hoorzittingen gaande zijn. Hebben we ook natuurlijk dat we eind maart de plannen in ontvangst moeten nemen. En ook eind mei, ampertjes 2 of 3 dagen na de verkiezingen, moeten ook de districtsbegrotingen conform de wet worden ingediend. We hebben ook een wandel- en trimloop. In planning. De data zullen nog naderhand bekendgemaakt worden. We hebben maar een aantal logistieke zaken moeten eerst in orde worden gemaakt voordat we dat kunnen delen met de samenleving. En we hebben ook in de planning om gepensioneerden en jubilarissen te huldigen. Dus deze zaken zijn zaken die we nog dit jaar gaan uitvoeren. En ik praat tot max eind juli. Het was minister Edgar Diekan van Regionale Ontwikkeling. Hij sprak vanmorgen op een persconferentie in verband met het 50-jarige bestaan van het ministerie. De persconferentie vond plaats op het hoofdkantoor van het ministerie. Binnen het feestprogramma is er ook een foto-expo-dag opgenomen.